Ik ben Yusuf Al-Hadji. X-Go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause yeah. I am life, so I got to win. En ik ben coach van Yesfit, samen met Nordin Bemo. Yesfit is eigenlijk ontstaan omdat we meer eigenlijk in contact zijn gekomen met Yes, de jeugdwerking. En ze hebben ons eigenlijk gevraagd om sport te verzorgen voor de jongeren. En samen met Nordin hebben we uiteindelijk dan beslist om een club hier te openen. Ik denk de reden waarom ze ons hebben gevraagd is omdat we eigenlijk samen opgegroeid zijn in deze buurt. En vandaar eigenlijk ook iets graag zouden willen doen voor onze eigen jongeren. Dus de jongeren die we eigenlijk over het vloer hebben, zijn meestal de broers, nichtjes dan, van onze vrienden of families en dergelijke van de buurt. Het is een echte family community. Voilà, ongeveer. Ik ben op mijn 13 jaar, als ik me niet vergis, begonnen. Ik ben eigenlijk gewoon naar de kickboxhallen geweest. Daarvoor deed ik eigenlijk altijd voetbal. Ik ben een keertje meegenomen geweest naar de kickboxhallen met mijn schoonbroer. Ik ben dat daar één avondje mee, kickboxen eigenlijk meegenomen en sindsdien eigenlijk verkocht. Yesfit is eigenlijk echt een uitklapclub voor iedereen. En de kernwaarde van Yesfit zelf is respect naar elkaar toe, op tijd komen, de coaches respecteren, het goed doen op school, het goed doen buiten school. Op straat niet in aanraking komen met slechte dingen. Dat zijn eigenlijk wel de kernwaarden bij ons die wel heel erg en strikt nagevolgd worden. De wedstrijdrooster bij Yesfit, elke dag wordt er getraind. Alleen zijn de groepen verdeeld. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Elke dag is er les. Maandag, woensdag en vrijdag is het voor plus 12 en plus 18. Dinsdag, woensdag en donderdag is voor de jeugd, dat is min 12. Ja. De wedstrijdgroep hebben we inderdaad extra lessen. Die komen dan op zaterdag bijvoorbeeld. Daar steken we dan iets meer tijd in, omdat dat een wedstrijdgroep is natuurlijk. Kickboksen voor mij is eigenlijk een moment van rust. Het is raar om aan te horen, maar het is echt wel een moment van rust. Hier kan ik echt gewoon alles kwijt. Het is een moment van uitlating. Dat ik me gewoon echt volledig zen kan worden. Een agressief persoon kan hier zijn agressie kwijt. Een rustig persoon kan hier ook gewoon zijn ding komen doen. We zijn één familie. Ik bedoel, je hoeft niet per se een kickboxer te zijn om mee te doen aan de lessen. Mensen kunnen hier ook gewoon echt uit plezier komen, omdat de sfeer goed ziet. Snap je? Je zit rond de juiste personen, leuke personen die het goede voor hebben, zal ik het zo zeggen. Dus het is hier een aangename club. En ja, ik denk niet dat er veel geweld hoort in deze sport. En is eigenlijk. Personal training en privélessen doen we ook, ja. Af en toe in het weekend zijn er wel hier en daar momenten die vrij zijn om kickboxlessen te verzorgen aan privétrainingen. Het verschil tussen een recreant en een vechter is voor mij redelijk groot. Waarop baseer ik dat? De trainingen voor een vechter als recreant verschillen wel enorm. En ik zelf als coach motiveer eigenlijk de vechters om natuurlijk harder te gaan trainen tijdens de lessen. De recreanten natuurlijk ook, maar met levels natuurlijk. Ze moeten niet tot als ze echt bek af zijn en niet meer kunnen en de dag daarna niet meer terug willen komen. Ze zijn hier natuurlijk voor hun plezier, de vechters ook. Maar de vechters werken natuurlijk naar een droom die ze waar willen maken. Ja. Hoe lang moet je trainen om een wedstrijd te draaien? Ik denk persoonlijk... het hangt van persoon tot persoon af. Als er iemand binnenstapt en je ziet meteen al dat de bewegingen erin zitten, dan denk je ook van oké, ja. Met deze kun je ook
snel vooruit dan de rest. Maar een denk normale gang van zaken is wel zeker een jaartje vooraleer dat die in de ring voor de leeuw wordt gegooid. Deze sport draait niet om kracht, deze sport draait niet alleen maar om conditie, deze sport draait niet alleen maar om techniek. Deze sport draait niet enkel om talent. Ik denk dat je hard work beats talent, zeggen ze. En dat is ook zo. Ik denk als er iemand met nul talent veel harder gaat werken dan iemand die talent heeft, zul je het verschil wel merken. Van zodra dat het echt komt op conditie, dan zal de persoon met talent toch wel een beetje omlaag gaan en de persoon die hard heeft gewerkt omhoog gaan met zijn werk. Kickboksen wordt geassocieerd met het slechte en dat is hetgeen dat ik persoonlijk wil dat verandert. Terwijl er zoveel mooie dingen zouden komen. Het kan gezien worden als therapie, maar het wordt eigenlijk meer geassocieerd met het slechte. En ik kan mij als voorbeeld nemen, ik geef zelf ook sportlessen in verslaafdeklinieken en instellingen. Het zijn probleemkinderen dan bijvoorbeeld, of echt gewoon verslaafden. En na zo'n therapie merk je ook dat ze echt een uitlading hebben gehad. Het verandert u helemaal als persoon. Leeftijd maakt absoluut niet uit, zowel oud als jong. Want ikzelf, met de cliënten die ik tegenkom, het zijn ouderen, en denken van oei, kickboksen, dan begint er zo al zo'n twijfel te komen. En, maar van zodra dat ze eraan starten en na de les komen ze me ook echt enorm bedanken. En dat is hetgeen eigenlijk de voldoening die ik ervan krijg. Dat is de reden waarom dat ik het zo enorm graag doe. De voldoening dat je ervoor krijgt en de dankbaarheid dat je krijgt van al die mensen. Het is echt heel belangrijk voor mij dan toch om kickboksen op een goede daglicht te zetten. Want dat is hetgeen dat hier in België niet wordt gedaan. Dat ik heel jammer vind natuurlijk. De mensen die de sport in een slechte daglicht gooien, zijn uiteindelijk de mensen die eigenlijk nog nooit geassocieerd zijn geweest met het sport zelf. Het is eigenlijk gewoon, ze hebben een beeld of ze horen iets ervan en dan is het meteen ook een kruis van klaar. Dat is hetgeen dat ik ervan denk, omdat die en deze en deze en deze is gebeurd. Maar van zodra dat ze er eigenlijk aan starten en meedoen in een sessie, dan veranderen ze ook totaal van mening. Want ik heb er al, zonder te overdrijven, ik heb er al een stuk of 30 gehad die voor de training echt niet meer hadden meedoen. Maar van zodra dat ze ook de training zagen en dat de mensen er aan plezier hadden, hadden ze ook van, hey, toch misschien eens proberen. En na de training zelf komen ze me ook echt bedanken van, hey, dankjewel. Ik had het erger verwacht dan dat het is, maar ik wil zeker terug meetrainen. Als coach zou ik heel graag wat kampioentjes maken. Bij ons hier in de jeugd zijn er enorm mooie talentjes die hun best ook doen. En ik denk van zodra ze ook verder blijven doen, dat het echt toch wel iets kan worden. Ja. Ja, dat is toch wel de droom die we proberen te realiseren. En als dat ons kan lukken, dan is dat toch wel een mission accomplished. Tot. We steken onze tijd en energie erin. En met de hoop dat dat uiteindelijk een positieve einde heeft. Dank u wel.